Goeiedag, mijn naam is Eddy Renier. Ik ben trainer enerzijds, ook personal coach en anderzijds consultant op het gebied vooral van communicatie en verkoop. Nu, vanavond had ik jullie willen spreken over twee onderwerpen. Het eerste is het DISC-model. En uiteindelijk is het DISC-model iets waar dat jullie dagelijks mee te maken hebben. Namelijk een model die u toelaat om uw communicatie op de meest vloeiende manier te laten verlopen met uw patiënten. En vooral die initiële spanning tussen u en uw patiënt, en vooral dan met nieuwe patiënten, van die tot een maximum te kunnen reduceren. Nu, waaruit bestaat dat model? Het is eigenlijk al een model die bestond of werd uitgevonden door Hippocrates, maar nadien door Jung op punt werd gesteld. En het omvat eigenlijk vier, laten we zeggen, gedragsstijlen. Vier gedragsstijlen die gebaseerd zijn op twee dimensies die met elkaar worden gecombineerd, namelijk een dimensie introvert ten opzichte van extroverte personen en anderzijds personen die meer gericht zijn op taken, op denken, ten opzichte van mensen die meer mensgericht zijn, meer op gevoel gericht zijn. Dus dat zijn de vier, laten we zeggen, die twee dimensies geven aanleiding tot vier gedragsstijlen die interessant zijn om te kennen, te onderkennen en te gebruiken in de dagelijkse communicatie met anderen. Nu, wat we vooral gaan bekijken samen is van, wat zijn die gedragsstijlen? Welk is mijn gedragsstijl? Wat is die van de patiënt die tegenover mij zit of staat? En hoe kan ik mijn gedragsstijl gaan aanpassen aan de gedragsstijl van mijn patiënt? Want men weet dat dan uiteindelijk de communicatie optimaal gaat verlopen. Nu laten we het hebben over wat haalt u daar nu uit? Wat heeft u daaraan dagelijks? Wel, enerzijds gaat u sneller het vertrouwen van uw patiënten kunnen winnen. Dat heeft uiteraard een onmiddellijke impact op de kwaliteit van de communicatie met uw patiënten. Het gaat ook de communicatie vergemakkelijken met sommige moeilijke patiënten, althans die u moeilijk vindt. Anderzijds gaat het ook een betere mogelijkheid geven aan u om de patiënten beter te begrijpen en als dusdanig ook met hen en hun gevoelens beter te kunnen inschatten. En zodanig hun beter te kunnen overtuigen van de zaken die zij moeten doen of vooral de zaken die zij zouden moeten mijden. En dit alles uiteindelijk heeft tot het resultaat dat uw resultaten met uw patiënt of de therapieën die u voorstelt betere uitkomsten biedt en betere resultaten oplevert. Bijvoorbeeld de therapietrouw. Goedenavond, ik ga het met u hebben over hoe nee durven zeggen. In feite, in uw dagelijkse praktijk als huisarts komt u verschillende malen in de situatie waar u op een assertieve manier nee moet kunnen zeggen aan bepaalde patiënten. Inderdaad, dagelijks moet u op een assertieve manier zaken aan uw patiënten durven vragen. Anderzijds ook zeggen, sommige dingen die niet makkelijk zijn of tamelijk precair zijn. En anderzijds ook van u te laten respecteren als arts ten opzichte van uw patiënten. Nu, dit komt er vooral op neer van op een assertieve manier te communiceren op moeilijke momenten of moeilijke situaties waarin u kunt verzeild geraken. Wie assertiviteit zegt, zegt eigenlijk niet agressiviteit. Want indien men agressief is, gaat men inderdaad de relatie met de patiënt in het gedrang brengen. En komt het er dus op aan van echt uw gedachten kunnen zeggen, maar zonder dat de relatie met uw patiënt daaronder gaat lijden.
En de belangrijkste techniek die wij samen gaan zien, aanleren en toepassen in de praktijk, is uiteindelijk de DESC-methode. D-E-S-C. DESC-methode die staat voor een descriptie van de situatie. Hoe ziet de situatie er voor het ogenblik uit? Anderzijds de expressie van zijn emotie. Dus de situatie, wat heeft dat als impact qua emoties bij u als arts? 3, de S van een solutie, een oplossing voor te stellen aan de patiënt, zodanig dat men uit die benarde situatie geraakt. En de C van conclusie, consequenties, positieve consequenties voor u en ook voor de patiënt, die gelinkt zijn aan het voorstel dat u net komt te doen. Nu, dankzij al deze technieken en die assertieve communicatie gaat u uiteindelijk sneller resultaten kunnen behalen, zelf maar ook met uw patiënten, en anderzijds meer plezier beleven aan de job als huisarts, want in moeilijke situaties weet u hoe u op een assertieve manier met uw patiënt kunt communiceren. Vanavond ga ik het met u hebben over hoe slecht nieuws brengen aan uw patiënt. Is een van de zaken waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt. Want dagelijks moet u waarschijnlijk bepaalde mensen zeggen dat zij een kanker ontwikkelen, dat zij een diagnose krijgen van diabetes enzovoort. We zullen zien wat de verschillende technieken zijn die daarbij van toepassing zijn om dat op de meest optimale manier te doen. En een van de zaken die superbelangrijk is, is van te weten, maar wat is mijn reactie, hoe reageer ik op slecht nieuws en als ik slecht nieuws moet brengen, maar ook wat zijn de reacties die mijn patiënt kan hebben en hoe kan ik die inschatten en hoe kan ik daar zelf mee omgaan. Anderzijds, een belangrijk aspect van slecht nieuws brengen is ook welke fases bestaan er en het respecteren van de chronologie van die verschillende fases. Dit alles gaan we dan toepassen op reële cases, op echte gevallen waar u al mee geconfronteerd bent geweest en door een uitwisseling met uw confraters rond de tafel van te zien, ja, maar wat heb jij op zo'n moment gedaan, wat heb jij gezegd en wat is de techniek die hier dan wordt bijgebracht om dit alles, ja, ideeën daaruit te distilleren die u interessant vindt en die u de volgende dag kunt toepassen met uw eigen patiënten in uw eigen praktijk. Dit alles zal aanleiding geven of u in de mogelijkheid stellen om inderdaad slecht nieuws naar uw patiënten op de meest optimale manier te brengen, de meest adequate manier, en zodoende uw relatie met uw patiënten op een optimale manier verder te zetten en vooral ook hun vertrouwen in u te bestendigen. Veel mensen vinden het moeilijk hulp te vragen voor hun seksuele problemen. Een huisarts kan het de patiënt makkelijker maken door er zelf blijk van te geven het onderwerp niet uit de weg te gaan. In de dagelijkse praktijk blijken nogal wat huisartsen niet goed raad te weten met seksuele dysfuncties. Een goed stramien voor de anamnese en de aanpak over veel voorkomende seksuele problemen zorgen ervoor dat helpen bij seksuele problemen niet te veel tijd hoeft te kosten. In de workshop Seks, daar praten we over, dat georganiseerd wordt in samenwerking met de farmaceutische firma Mylan, krijg je een aantal handige communicatietips om dit onderwerp respectvol te kunnen aansnijden in de dagelijkse praktijk.